Wat kijken we? Wat is dat mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ben ik hier met de enige echte glow-up hebbende ultra hot meisjes verslindende Steven. Dankjewel. Ja. Yeah. Steven, wist je, sinds mijn laatste video denkt iedereen dat jij gay bent. Vertel ze de waarheid. Jongens. Ik hou van mannen. Nee, maar dames en heren, dat was gewoon een grapje. Steven valt eigenlijk op non-binair. Wat betekent dat? Dat betekent stofzuigers. Ah, oh, nee, ik hou meer van tafels, man. Wow, yo. Dat was wel lekker, man. Wow, yo. Maar goed, het maakt allemaal niet uit waar Steven op valt. Want vandaag hebben we weer een Try Not To Laugh Challenge. Het is heel makkelijk. Wij gaan TikToks bekijken en we mogen niet lachen. En nou, wat gebeurt er als wij falen? Elke keer dat een persoon lacht, mogen wij hem zo pats in zijn gezicht slaan. Oké, is goed, dan gaan we. Let's go. Hé, hey, grap, wil je wat eten? Ja, is goed. Ja? Wat wil je eten dan? Kies jij maar, poboef. Oké, grap, je bent vandaag met mij. Bedankt voor het broodje kipcurry, AT. Graag gedaan, jongen. Eet smakelijk. Thank you. Is die lekker? Ja. Die is ook 1000 euro. Ja. Oké, laat eens even die handtekening zien. Top. Hier heb je een milli. Kan je even flexen, man? Ja. Is een milli, hè? Nee. Geniet, bro. Geniet van je dag. Hey, wie is dit? Heina, de Turken! Als hij je naar de Mackie brengt en hij stopt stiekem 2k in je burger, dan zit dat geld helemaal onder de saus. Maar ben je nou een bouwvakker en ben je zo zeg maar aan het bukken en dan zie je zeg maar die hele bilspleet en iemand stopt daar 2k in, dan is diegene traumamateriaal. Ik weet echt niet wat ik kijken. Goeie tikkels, man. Ja, weet ik. Dankjewel. Het begint met een W, eindigt met een M. Wim. Waarom? Ik weet echt niet wat dit voor TikTok zijn, maar ik zeg je eerlijk. Ik dacht, nu komt er nog een plot twist of zo, maar dit was hem al. Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Schipper, mag ik overvaren? Oh, je hebt de boot gemist. Oh, 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 laat die boot maar varen. Zo, die heeft ook een globe zoals Steven. Wat een kanjer. We love gingers! Woo. Gingers have souls! Tesla. Wat gaan we vandaag eten? Dik. Hij bedoelt het anders. Ja, hij bedoelde... Gewoon dik eten. Wat zeg jij? Maar, Steven, daarom denk ik dat je gay bent! Hé, hey, hebben we laatst dik gegeten bij Five Guys. Mensen, Steven valt toch op mannen! I had a boy about the same age as me, turn to me and say, "Ew, what happened to your face?" And I looked him dead in the eye and I said, Dat kan niet, man. Oké. Hoeveel optredens heb je in de week? Verschillen, man. Maar, ja. Nee, oké. Nee, zeg maar. Ja, het is verschillend gewoon. Oké. In welke club ga je altijd uit? Niet. Bier of champagne? Champagne. Heb je ooit wel eens volgekocht? Nee. Waar ben je aan verslaafd? Niks. Wie vind je de kutste YouTuber? Niemand. Hoeveel uur slaap je gemiddeld? Nul. Kut of lul? Kut. Armo. Armo is gay. Wat doe je? Wat doe je? Armo is gay. Wat is dit? Goed zo. De TikToks zijn echt slecht. Nee, die was leuk. Pakistan, blow you up. Oh my god, James Charles from the dollar store is making jokes. Don't be making jokes, James Charles. Well, I didn't like it, I guess. Bitch, you look like a fucking picnic. You look like a chihuahua, bitch. Hij was gelijk, man. Hij staat te goed. Yo, oh. You play Call of Duty? In real life, yeah. Yo, what? Hij staat te goed. Gisteren in de avondsnacht ging ik uitgaan en ik dronk maar 2 of 3 biertje en opeens, plotseling, in mijn hoofd gebeurt heel raar.
vanwege de alcohol. Ik zeg, Dagner blijft de legend, man. Dagner blijft. 2, 3 biertje. Ik wacht tegen het echt, hè? Ja, dat weet ik al, man. Oh, oké. Okay. Wat ga je dan nog even vertellen? Ik ben iemand met inlevingsvermogen en die zich inzet voor een goede maatschappij. Ik heb inzettingsvermogen om te laten zien dat wij alle mensen zijn en we zijn hier alle voor elkaar. Kijk, zijn adres. En u heeft hier een functie. Oh, voor welke functie is dat? Bent u hier voor ons of bent u hier voor uzelf? Ik ben hier om mijn spullen terug te krijgen. Oké, okay, kom binnen. Yo, wat een switch. Je ziet zelf, je ziet toch, alles is hier. Dan is... Oh, dat gaan we niet doen, hè. Breek de banaan. Ja. Die baby was tante ready. I'm 24 and I can't take it anymore. I'm 21 and I can't run. Het kan niet. Je mag hier niet om lachen. Je mag hier niet om lachen. Stop. Stop, je gaat naar de hel. Ja, stop. Stop. Stop met lopen. Je kan toch niet lopen. Bitch ass. Stop, niet lachen. De knijpvijver. Ik ben benieuwd wat het is voor spel. Voor mij zit het een beetje... Ik zie het. Ja. Een heel groot parcours. Het is een kasteel in de vorm van een kasteel, jongens. Nee, man. Hey, man, zijn we gelijk, man. Ze zijn wel gelijk. Wacht heel even. Ze zei, dit is een kasteel in de vorm van een kasteel. Wauw. Dat klopt toch? Wauw. Klopt het of klopt het niet? Ik denk dat Erika de nieuwe Mark Rutte moet worden. Oké. Okay. Als je chickie naar Mallorca gaat deze zomer, dan is het niet jouw chickie, maar onze chickie. Ik maak alleen maar seksgrappen op TikTok, hè. Echt? Ja, echt zijn laatste video. Echt alleen maar... Do you look back at some of your old lyrics, given the climate of what's happening today with women's empowerment, and be like, damn, that was kind of fucked up that I said nope. That? Nope, hell no, that was me. I love every motherfucking man. Fuck them all. En Snoop Dogg is een legend. Snoop Dogg weet. McDonald? Yes. Het is hierin en dan rechtdoor lopen. Mag ik je kont opeten? Oh, jij... Oh my god. You're dirty bastard. Oh my god. Ik kan wel zo eens lachen. Ik weet niet, man. Zo random. Fuck it. Hey, dit is zo goed. Wil je? Ik snap hier niks meer van, man. Ik snap je dit niet. Ik weet echt niet wat er allemaal... Oh, hij kwam niet door de deur. Wow, je hebt gelijk. I was acting. Or was I? Oké. Yep. Wat? Echt die Barkie. Hey, wat doe jij? Hoe oh, nee! Jij moet je ook. Dat was gewoon precies zo'n moment. Weet je nou dat je ouders tegen je zeggen van... Hé, hey, als je Mattie van de brug zou springen, zou hij het ook doen. Hij zou het doen! Hij heeft je back! Hij springt ook in jou. Ja! Er wordt een vraag gesteld. Zou je liever bij K3 willen horen? Ja. Of Oekraïne redden van Rusland? Ik zit bij K3. Bij K3, ja. Sorry, dat is heel egoïstisch, man. Kan je Erika al bij K3 voorstellen? Ja, sowieso, man. Ja, ik ook wel, eigenlijk. Heb je haar zangkunst niet gehoord? Ja, ze is wel goed, ja. Ze is wel goed. Mm-hmm. Underrated. Nou, oh, shit. 2022, the fall of Bitcoin, when we 60% of song, and we'll be cold living for half my law. Shit. But yo. Beetje small. Hey, we moeten meer naar deze mensen luisteren, man. Is de enige you wanna see what I look like? Yeah. Oh, you're a girl. Oh, shit. Oh, no, I'm a freaking... Ah! Nee. They got drugs in this. It's like 85% lean. I've been drinking some of that lean. I bet she's fat under that. Shit. Oh shit. I guess we'll never find out. Haha. Ze is niet dik. Dit kan niet, man. Hoezo kan dat niet? Dit is...
Er staat nergens op. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. In Afghanistan. Nee, kan niet. Kan wel. Kijk, dit kan niet, want hij heeft geen geweer. What's the best way to become stupid again? I don't know. To scream, I want to be monkey again. Dat was dit. Nee, dit is echt slecht. Wow, hij heeft de ballon gepakt. Een tandpasta advertentie, what the fuck? Ja, dat is wel goed gemaakt. Huh? Heel doordacht. Wat? Video's of my niece, but she's convinced Hasbulla is her dad. Oké. Okay. Stef, jouw TikTok. Ik heb er gelukkig 3, man. Eventjes later. Onderzoekers vroegen ruim 4000 jongens tussen de 15 en 24 in Nederland, Brazilië en Indonesië wat ze van ongestelde mensen vinden. Daar kwam uit vies, beschamend en walgelijk. Is jullie probleem? Ja, ik bloed niet. Ik denk ongemakkelijk of zo. Ik vind het best wel lekker. Bruh. Hoe ken ik deze nog niet? I'm 1000 times better than you. And you guys cannot accept that a girl can just be good at video games. And you guys can keep on hating while I'll continue to make clips like these. Oh, maar die ken ik al. Oh, jezus, dan ben je wel zelf. Shit, sorry, man. Wat hier letterlijk grappig gaat. Snap je hem niet? Hij mist alles. Hij traint voor de US Police Force. Hij schiet hem op zijn vart. Ik snap hem niet. Ik dacht, hij mist gewoon alles. Nee, kijk, hij heeft alles. Oké. Dit was mijn knaller. Hij nu ik hem snap, is hij racist. Cancel Steven. Maar ik heb deze TikTok niet eens gemaakt. Je hebt gelijk. Nou, goed mensen, dat was het eigenlijk weer voor vandaag. Ik vond, we deden het best wel goed eigenlijk. Ja, niet heel slecht gedaan. Nee, precies. Maar goed, like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet te abonneren op Hannes' kanaal en te liken en subben. Nee, stop. Oké. Hey yo, dan zien wij jullie later.